Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland en nog veel dikkere wolken boven de Noordzee. Die wolkenvelden trekken ook nog eens over ons land en daardoor kan er vanavond van het noorden en oosten nog wat lichte regen of motregen vallen. In het westen, midden en zuiden blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur vanavond graden op 15 en in de loop van de nacht daalt het kwik naar zo'n 10 tot 15 graden. Het is dan overal droog, er zijn opklaringen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen schijnt in de ochtend in het zuidoosten en oosten nog even de zon. Daarna wordt het bewolkt en gaat het licht regen of mot regenen of motregenen. Aan het einde van de middag breekt in het westen misschien de zon weer door. Het wordt 17 tot 19 graden. Zaterdag kan het eerst flink mistig zijn. Daarna schijnt de zon en blijft het droog en bij weinig wind wordt het 19 naar 20 graden. Zondag kan het zelfs 22 graden worden en maandag als het meezit lokaal 23. Het blijft vrij weer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.